Goedemiddag en welkom bij het wintersportweerbericht van Weerplaza. Kijken we naar de satellietfoto van gisteren, de laatste dag van januari, dan zien we dat de Alpen toch op veel plaatsen de zon scheen. In het noorden aan de noordflank in Zwitserland en Oostenrijk nog wel laaghangende bewolking of nevel. Ook vandaag hebben we daar nog voor een deel mee te maken, maar de zon weet al steeds vaker door te breken. En woensdag en ook donderdag gaat dat zeker meer gebeuren. In de Franse Alpen zou nog een enkel vlokje sneeuw kunnen vallen, verder naar het noorden daar schijnt de zon toch wel flink en dat alles bij temperaturen veelal rond of in de lagere dalen net iets boven nul. Ook in Zwitserland veel zonneschijn, in de lagere dalen nog wel kans op wat nevel of laaghangende bewolking. Verder in de Italiaanse Alpen daar is het echt zonnig weer, temperaturen daar wel wat hoger tot 5 graden in sommige dalen. Dan in Oostenrijk aan de noordflank nog altijd die laag hangende bewolking en nevel, in de bergen zelf en ook aan de zuidkant, daar is veel ruimte voor de zon. Richting het oosten komen een paar wolkenvelden voor, maar het blijft overal droog. Zoals gezegd, op de woensdag nog veel meer zonneschijn. Temperatuur daar verandert eigenlijk weinig aan en het blijft ook overal droog. Donderdag eigenlijk van dezelfde lagen pak, al komt er wel duidelijk meer bewolking, maar dat is vooral op middelbare en hoge hoogte. Temperaturen tussen de 2 en 4 graden in de dalen. Ik ben Ben Langkamp van Weerplaza.nl.